Kijk, het belangrijkste punt van een uitrustingscontrole is zorgvuldig onderzoek of er niets kapot is of versleten. Goed, controleer ik de EVAC-stoel. Geef me eens een duw, Jenny. Goed, nou, probeer hem dan in ieder geval op een trap, Crispijn. Hey, dat is vast Mark. Die komt de verstopping in de keuken verhelpen. Ja? En dat is de reden dat patiënten goed moeten worden vastgemaakt. Help me zijn handje, Jenny. Help! Help! Mandy, wat is er? Wat is er aan de hand? Hallo, Radar. Hallo, lieve hond. Zie je, pap? Hij is een reddingshond. Hij kwam toen ik help riep. Alsjeblieft, Mandy. Dat is niet grappig. En het bewijst ook helemaal niks. Kom mee, Elvis. Sam, is Radar wel echt een reddingshond? Ja, natuurlijk, Mandy. Maar wat kan een hond doen om je te helpen? Radar kan heel goed ruiken, Mandy. Dus is hij een goede snuffelhond en... Echt waar? Dank je, Sam. Wat heeft dat kind? Maar wat is Chop Suey, Brenda? Niet Chop Suey, diewertje. Feng Shui. Dat is de klassieke Chinese kunst van het meubilair anders opstellen om goede energie te creëren in je huis. Oh! Zou dat misschien ook iets voor mijn supermarkt zijn? Misschien wel, diewertje. Ik zou bij je moeten gaan kijken, maar eerst moet Mark komen om de trap te repareren. Oei. Hij zal ook de diepvriezer moeten verplaatsen. Die geeft zeker veel slechte energie af daar. Oh, nee. Is dat zo? Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een grote prop. Er zit iets in mijn pijp, oh yeah. Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een rolletje drop. Je weet het, maakt mijn lijpen niet uit. Mannen! Ja, Wat denken jullie dat je hier aan het doen bent? Mark Voet, loodgieter eerste klas, commandant Staal. Ik ontstop de afvoer, commandant. En ik assisteer Mark bij het ontstoppen, baas. Nou, ik stel voor dat jullie ophouden met erover te zingen en het daadwerkelijk gaan doen. Ja, commandant. Hallo, Mandy. Zoek je je vader? Nee, nog niet. We hebben eerst Radar nodig. Ik wou dat het mist maar tijger was. Misschien heeft hij zich wel in de schuur verstopt. Dat is echt niet leuk, Norbert. Sam, we denken dat Tijger misschien in de schuur zit, daar. Alweer? Oké, komt goed. Geen spoor van Tijger. Hij zat niet in de schuur, dat weet ik zeker. Oeh, goed gedaan, Sam. Wat een geluk. Nou, zeg dat wel. Maar nu wil ik gewoon naar huis. Om te kijken of Tijger al terug is. Ik geef je een lift. Ja, maar we hebben toch nog niet al het vuurwerk gezien? We hebben vanavond wel genoeg vuurwerk gehad. Zeker. Volgende keer gaan we naar een echte vuurwerkshow. Veel veiliger. We hebben al heel lang niet zo'n grote brand geblust. Heel lang. Ik wist al bijna niet meer hoe het moest. Wat hoor ik toch? Hoor je dat ook, Elvis? Moet je dit zien? Het is Tijger. Ik ben zo blij dat hij terug is. Hij wilde natuurlijk meerijden met de brandweerauto. Of niet, Tijger? Geloof het of niet, maar ik vond hem bovenop mijn vuurwerkfolders. En een veiliger plekje dan dat bestaat niet, toch? Ja.
Vanaf hier is het pad gesloten. We moeten teruggaan, hoor. Flauwekul, Mandy. Kijk maar naar dat pad. Zie je niet dat het nog goed is? Wat is er met Radar? Misschien ruikt hij gevaar. Doe toch niet zo gek. Het is gewoon een hond. Een reddingshond. Zoek, Radar. Zoek. Zie je wel? Radar vindt dat we niet voorbij het bord moeten gaan. Honden kunnen toch niet lezen, Mandy? Ik weet heus wel wat ik doe. We merken het vanzelf als het pad niet veilig is. Kom op, Mandy. Dit is de beste plek voor arenden. Ze nestelen op rustige plaatsen. Kijk! Oh, 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 oh. Robert! Oh! Goeie reis, maat. Oh, kom op nou, maat. Niet zo treuzelen. Je moet terug de natuur in waar je thuis hoort. Ga maar. Je verwendt hem vast veel te veel, Tom. Ga nou. Kale koala's, daar is hij weer. Die vogel vindt het gewoon leuk hier, Tom. Bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Help! 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 Het heeft geen zin, Mandy. Niemand kan ons hier horen. Karel misschien wel. Hij is te ver weg, Mandy. Hij kan jou echt niet horen. Help! Help! Radar? En wie is daar bij hem? Oh nee! Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brandweerman Sam graag. Norbert Puck zit vast op een klif. Dat klinkt als een klus voor bergreddingspost. Ietsje verder, Jenny. Kom maar, tijger. Het is tijd om naar huis te gaan. Oh, wacht eens even. Kijk toch eens wat ik heb voor jou. Werkt altijd. Oké, Jenny. Laat me maar zakken. Oh, dank je, Sam. Hou je vast, Sam. Ik ga je nu naar beneden. Oh, gelukkig. Wat een opluchting. Ah. Oh, Sam. Ik ben je zo dankbaar. Die arme tijger was echt zo bang. Als tijger zo bang was, dan zou hij daar waarschijnlijk niet steeds weer naartoe gaan. Arme tijger. Hij vergeet steeds hoe hoog het is. Stop. Wacht, heb ik iets gemist? Ik wil iets spannends filmen met mijn nieuwe camera. Wacht, het was niet echt spannend vandaag, Mandy. Ik heb alleen maar tijger van het dak gehaald. Alweer? Oh, nou, dat is ook goed, hoor. Wil je tijger nog even terugzetten op het dak voor me? Dat dacht ik niet, Mandy. Maar ik wil het filmen. Nee, arme tijger. Dag, Mandy. Hoi! Ah! Norbert! Wat? Ik wil gewoon in je film spelen. Hé, ik heb een idee. Waarom gaan we geen echte film maken? En toen klom je broer naar boven en heeft hem gered, Karel. Sam is een held, vind je niet, tijger? Brandweermannen zijn heel moedig. En wij vissers dan? Vissers zijn ook moedig, hoor. Oh, natuurlijk, schat. Mwah. Ja, pap! Jij bent onze held! Ja, wel, ik moet nu maar eens aan het werk en wat vis gaan vangen. Sarah! Jaap! Sarah! Hey, jongens, jongens, luister. Willen jullie in een film spelen?
Visser Karel! Geen zorgen, ik kom al. Alles komt weer in orde. Waarom kan ik niet de held zijn? Omdat ik de ster van de film ben. Ik dacht er het eerste aan. Hallo? Hoi, pap. Sorry dat het zo laat is, maar mag ik bij Norbert blijven eten? Ik ben uitgenodigd. Dat weet ik niet, Mandy. Wacht tot mama thuis is en vraag het aan haar. Is mam nog niet thuis? Ze zei dat je een opsporingsteam moest sturen als ze niet voor het eten terug was. Weet je nog? Oh ja? Oh jee. Nou, ze is vast al wel thuis. Oké? Eet jij maar bij Norbert. Dag! Goed. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Oeh, Nelly en Jenny vermisten de Piekepolderberg. Sam, neem Radar maar mee. Ja, commandant. Kom in, Radar. Oh, en wilt u Berg Reddingspost bellen? Vraag aan Tom of hij naar Mark Voet wil komen met de jeep. Zal ik doen. We moeten een zoektocht organiseren. Als we Radar kleding laten ruiken, vindt hij misschien wel een spoor van ze. Waar precies op de Piekepolderberg gingen ze wandelen, Mark? Sorry Tom, ik piek me suf, maar ik weet het echt niet meer. Deze is vast van Nelly. Alsjeblieft, Radar, zoek Nelly. De Piekepolderberg is die kant op, Sam. Weet ik, Tom. Dus waar leidt hij ons naartoe? Ik was het niet. Hallo, Radar. Wat kom jij hier doen? We zoeken Jenny en je moeder, Mandy. Radar rook heel even aan de blouse van je moeder en leidde ons meteen hierheen. Dat is geen blouse. Dat is een jurk en hij is van mij. Oh, niet te geloven dat je Radar de verkeerde kleren gaf, pap. Oh, het spijt me. Ik wist echt niet meer wat van wie was. Dit is absoluut van mama. Wacht, ik weet het weer. Ik weet weer waar Nelly zei dat ze heen gingen. Via het bronpad en over de lange rug. Kom op, Radar. Ga ze zoeken. Wow, wie doet het licht nou uit? Ik zit vast. Ik moet hulp vragen. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Oh, Mark Voet zit opgesloten in zijn busje. Sam, het gaat om Mark Voet. Hij zit opgesloten in zijn busje. Zo snel mogelijk ernaartoe. Geen zorgen, Mark. Hulp komt eraan. We hebben je er zo uit. Elvis, wacht. Wat ben je van plan? Je zei als het nodig was dat ik de superknieptang als eerste mocht bedienen. Maar hij is niet nodig. We hoeven alleen dit hout te verplaatsen en de deur kan open. Oh,
Oh, bedankt, Sam. Ik dacht even dat ik er nooit meer uit zou komen. Hij is van mij. Het is mijn beurt met de geluksemmer. Nee, ik had hem het eerst. Jij had hem de vorige keer. Dat is niet eerlijk. Oh, kom aan allebei. Alle emmers zijn precies hetzelfde. Pap, nee. Degene met de geluksemmer verzamelt altijd het meeste. Hoe kan een plastic emmer geluk brengen? Veel dingen brengen geluk, Karel. Zoals deze geluksteen. Misschien moet ik maar de geluksemmer nemen. Dan hoeven zij daar geen ruzie meer over te maken. Oké, Norbert. Dat vind ik een goed idee. Pap! Wel, Norbert heeft de geluksemmer nog nooit eerder gehad. Ik verzamel vast veel meer dan Sarah en Jaap bij elkaar. Oh, nee. Mam, dat is de zon die ondergaat. Norbert Puck, als jij je moeder niet zo bang had gemaakt met al die enge verhalen, was dit dus nooit gebeurd. Als jij zo door blijft gaan, kunnen we net zo goed meteen naar huis gaan, ja? Sorry hoor, Klaas. Sorry, mam. Ik beloof dat ik geen verhalen meer zal vertellen. Nou, laten we maar even terugbellen en zeggen dat het vals alarm was. Een vals alarm? Kom terug, mannen. En mevrouw? Vals alarm, er is geen brand. Ik herhaal, kom terug. Het was vals alarm, Elvis. Laten we teruggaan. Huh? Daar is de brand. Ik moet Sam bellen en het melden. Hallo? Hallo, Sam. Ik heb ontdekt waar het vuur is. Kom snel hierheen. Ik kom eraan. Vertel jij, commandant Staal, wat er aan de hand is? Oh, nee! Mam! Klaas! Er is nu echt brand. Een bosbrand. Bel brandweerman Sam terug, nu! Norbert Puck, wat heb ik je nou gezegd over het verzinnen van die enge verhalen? Nee, ik verzin dit echt niet. Het is waar. Kom maar kijken. Oh, nee. We hadden nooit bij het kampvuur weg moeten gaan. Doop Thomas voor Sam. Ik ben onderweg. Waar ben jij? We zijn net gearriveerd, Tom. Jerry, Elvis, breng de slangen. Zo! Het vuur is te ver van de weg. De slangen redden het niet, Tom. Tijd voor draagbare pompen en vuurzwepen. Geen zorgen, Sam. De watertank is gevuld. Ik kan helpen vanuit de lucht. Leuk hoor, die sloppen scheppen. Oh, het spijt me, Sam. Ik weet dat je een kampvuur nooit onbewaakt achter mag laten. Ik ben padvinder geweest, hè? Ik weet het, Klaas. Maar zelfs padvinders hebben wel eens een ongelukje. Oh, grutjes. Weet je zeker dat hij daar veilig alleen kan kamperen, Sam? Leun niet zo over de rand, Norbert. Ga alsjeblieft zitten. Oh, mag ik ook even sturen? Straks misschien. Goed, dit lijkt me wel een mooi plekje. Hier, ik heb het azer al aangedaan. Pas op, die haakjes zijn erg scherp. Hou je lijn stil, Norbert, anders gaan de vissen er vandoor. Oh, ik heb nu al beet. Ik had net echt beet, hoor. En hij was zo groot. Ja, ik weet het. Maar hij ging er vandoor. En weer een makreel. Goed gedaan. Maar hij is niet zo groot als mijn makreel. Ach, ga weg. Hij is veel groter. Laat jullie vissen maar zien. Ik meet ze wel. Ze zijn echt precies even groot.
Ja, wat een kanjer. Ik heb een kanjer gevangen. De grootste vis tot nu toe. Ik neem hem lekker mee voor mijn avondeten. Oh, hij is al pan klaar, zie ik. Rechtstreeks uit je moeders vriezer, hè? Oh, vals spelen? Het was maar een grapje. Haal de lijnen maar binnen. Het wordt laag water. Tijd om terug te gaan. Ik vind dat ik gewonnen heb, want ik heb meer vissen dan Sarah. Dat is niet eerlijk. Het ging om wie de grootste vis zou vangen en niet de meeste. Oh, er is een haai in het water. Een ontzettend grote haai. Echt waar. Kijk maar. Daar. Oh, wat is die groot. Maar dat is geen haai. Het is een baby dwergvinvis. Of eigenlijk een walviskalf. Oh, ik zag hem het eerst. Laat mij hem vangen. Hij is van mij. Niemand gaat hier een walvis vangen, Norbert. Ik denk dat er een probleem is. Het is hier heel erg ondiep en het wordt laag water. Als hij vastkomt te zitten op het strand, kan hij het water niet meer inkomen. Dat zou een ramp zijn. We moeten hem redden. Tom weet alles over dieren, pap. Hij wil vast wel komen als jij hem belt. Geen probleem. Ik kom hem meteen aan, Karel. In de baai is een man overboord. Sam, wacht! Wat is er? Er is ook nog een andere oproep. Er is een man overboord in de baai. Laat Jenny naar de reddingsboot gaan, commandant. Goed idee, Sam. Jenny. Ik ben al onderweg, baas. Brand Elvis, je moet eerst de stroom eraf halen. Daarheen. Dokidoki, Sam. Het komt goed, Diebertje. De brand is geblust. Alles is in orde. Veel te veel stekkers in zo'n oud verdeelblok. Dat is de oorzaak geweest. Elvis heeft gelijk, Diewertje. Die oude verdeelblokken zijn erg gevaarlijk. Je moet oppassen dat je het stopcontact niet overbelast. Ik probeerde Norbert al te vertellen dat het veel te veel lampjes waren, maar hij wilde meer en meer en meer. Sorry, mam. Oh! Kijk eens wie ik zag zwemmen in de baai. De man overboord was deze opblaasbare kerstman. Oh, yes! Ik ben dan wel mijn lampjes kwijt, maar ik heb tenminste mijn opblaasbare kerstman terug. Geef maar hier, Jenny. Dan gaan we hem op het dak zetten. Op het dak? Zijn die kerstmannen niet bedoeld om in de tuin te zetten? Wat had ik nou gezegd, Norbert? Maar mam! Norbert Puk. Is het niet beter als we die kerstman gebruiken om die aardige brandweermannen te bedanken voor al hun goede hulp? Kop op, Norbert. Het was heel aardig van jou om ons jouw opblaasbare kerstman te geven. En kijk eens, ik heb lekkere pasteitjes voor je gemaakt. Ja, Norbert, dat was heel aardig. Nu kan iedereen de Piekenpolder de kerstman zien. Ik wilde niet gierig overkomen. Oh, Norbert, je moet ook nog wat voor de anderen bewaren. Dit is een veel betere plaats voor deze enorme kerstman. En hopelijk veroorzaakt hij nu ook geen ongelukken meer. Pasteitje, baas. Dank je, Elvis. Hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn lachtrust ook duurt.